verdraaid goede vraag heb je. Nee, bent u het niet 100% eens met VVD? Nee, ik denk dat ik met 80% ongeveer eens ben. Het racistisch. Nee, ik ben het tegenovergestelde. Dat is een hele goede vraag. Een hele slimme vraag. Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Ik vind het fantastisch als kinderen zich sowieso verdiepen in de politiek. Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn bij deze laatste aflevering van de Kinderstem. Ik ben Imen. En ik ben Lars. Vandaag blikken we terug op de hoogtepunten van de Kinderstem, hebben we de grote uitslagen van de verkiezingen en kijken we naar de toekomst. Hey, de uitslagen. Laten we daar eens even mee beginnen. Ja. Meer dan verwacht, tot hoe laat hebben jullie voor de televisie gezeten? 11:00, denk ik. 'S Avonds. Ik tot maar dat half was... 11:00. En toen had ik in bed nog even mijn radio aangedaan tot 11:45. Dat was heel spannend. Ik moet zeggen dat na die eerste exit poll, zoals ze dat dan helemaal noemen, was ik echt van, huh? En toen die uitslagen binnenkwamen, dacht ik van, oh wow, D66 natuurlijk heel erg veel zetels. Dat vond ik wel echt heel erg mooi. Lars? Ja, D66 superveel zetels. Maar wat mij vooral opviel, ze hebben heel de avond gezegd, ja, zit natuurlijk een foutmarge in. Het zijn exit polls, foutmarge van ongeveer 2 zetels. En nu zien we dat D66 4 zetels minder heeft. Toch zijn het er veel. Het blijven er heel veel, maar helaas geen record voor D66 en dat is wel jammer. Zijn jullie verbaasd over de uitslagen? Nou, ik moet ten eerste zeggen dat de VVD zou winnen. Dat wist ik eigenlijk wel. Ik denk dat veel mensen op hem hebben gestemd, op Rutte. Omdat ze dan denken van, weet je, tijdens die persconferenties weet hij natuurlijk heel veel. En hij is nu heel veel in het nieuws. Andere lijsttrekkers ook wel, maar wel minder. Dus ik denk dat we een beetje dat vertrouwen hebben in Rutte. En dat daarom veel mensen op Rutte hebben gestemd. Okay. Maar voor de rest denk ik wel ook nieuwe partijen die dan in de Kamer komen, zoals Volt met 3 zetels. Echt heel knap gedaan allemaal. Er waren ook scholierenverkiezingen. En daar hebben echt alle linkse partijen, dus GroenLinks en D66 ook wel. En ook Bijeen en Volt, die hebben daar echt mega gewonnen. Lars, bij jullie ook scholierenverkiezingen, toch? Ja, wij hebben ook scholierenverkiezingen gehad. Ik heb gestemd. En ik heb ook helpen met het tellen van de stemmen. Okay. En bij ons hebben we uitgerekend welke partijen dan een coalitie zouden kunnen vormen. Ja. En met ongeveer, 70% kunnen D66 en GroenLinks bij ons op school een coalitie vormen. Oké. Okay. En toch dus in de grote mensenverkiezingen, nou, dat gaat niet echt lukken. Ja, dus heeft toch niet iedereen heeft stemadvies gevraagd aan kinderen. Wat ik trouwens wel moet zeggen, wat ik heel mooi vond. Het was 17 maart, ik was op school. En ik zei zo van tegen de klas van, ja, vandaag zijn er verkiezingen. Want je hoort steeds je stem zeggen, we mogen stemmen. En dan zo, hallo, wij mogen nog niet stemmen. En dan hoor je echt kinderen in de klas die zeggen, ik heb echt tegen mijn ouders gezegd dat ze op deze partij moeten stemmen. En mijn ouders, die moeten wel op deze partij stemmen hoor. Ja, nee, maar die partij doet het wel heel goed. Ouders, jullie moeten op dat stemmen. Zat, dacht ik van, even een kort afluisje voor alle kinderen die stemadvies hebben gegeven en het goede voorbeeld geven. Zeker, zeker, zeker. Maar wat vinden jullie ervan dat de grote mensenverkiezingen dus zo verschillen van de jongerenverkiezingen? Ja, ik vind dat eigenlijk ergens is het wel verwacht, maar aan de andere kant denk ik wel van, dit zegt dus eigenlijk wel van, hey, kijk, weet je, er wordt niet genoeg geluisterd naar ons en naar wat wij belangrijk vinden. Dus dan is het wel zo van, hallo, even wakker schudden van volwassenen. Hallo, we zijn er ook nog. Wij zijn de toekomst. Dus het moet gewoon naar ons geluisterd worden. Lars? Ja, ben ik het mee eens. Ik merk wel, ja, kinderen mogen niet stemmen. Vind ik super jammer. En eigenlijk vind ik het ook niet echt heel logisch. Maar dat terzijde. Ik vind wel dat volwassenen dan moeten stemmen voor iets, ja, wat kinderen ook goed vinden. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan de toekomst, aan het onderwijs. Discriminatie, dat soort dingen. Daar vind ik dat volwassenen de plicht hebben om de mening van kinderen mee te nemen in hun stem. Oké. Okay. Hey, D66, hè? Jullie hebben Sigrid Kaag geïnterviewd. Die zegt stemmen zou moeten mogen vanaf 16 jaar.
Eens. Mark Rutte was een beetje aan het twijfelen toen jullie hem gingen vragen. Maar waarom mogen kinderen en jongeren dan eigenlijk nog niet stemmen? Ja, dat is een lastige vraag. Dus zo'n discussie zou je moeten vragen naar 16 bijvoorbeeld. Daar ben ik zelf niet voor, zeg ik eerlijk. Waarom niet? Ja, het is arbitrair, want 16 of 18 of 21. Maar ergens heb ik zoiets van... Het kan ook geen kwaad dat je zegt, jonge mensen moeten ook nog leren nog een hoop. Je zit nog op school, je ontdekt ook nog je eigen beliefs, je overtuigingen ben je aan het ontwikkelen. En dat kost tijd. Maar waarom dan niet 16? Want het is misschien niet zo'n heel groot verschil, maar misschien 16, maakt het wel het. En dan zeg je wel niet 14. En dan ja, bijvoorbeeld. Precies, want jij bent 14. Maar... En dan is het 14 en zeg je gewoon, dat is toch lastig, weet je? Voor je het weet krijg je zo'n beweging naar beneden. We hebben hem wel eigenlijk een beetje over die streep getrokken, want het was eerst gewoon 18, klaar, that's it. En daarna was het, 16. Dus dat is al een vooruitgang. Dus het zou kunnen dat daar nog over gesproken gaat worden. Ja, ik denk dat er sowieso heel veel partijen die hebben het daar volgens mij over. Maar ik denk van, weet je, luister ook gewoon even naar... Kijk, ik bedoel, Lars is 14, ik ben 12. En wij zitten hier al helemaal met politiek. Dus wij kunnen dat heus wel aan, dat niveau. Okay. Hey, dan eventjes de foto van Martijn Beekman trouwens. Van Sigrid Kaag op tafel, al dansend. Ja. Wat dachten jullie? Eigenlijk het eerste wat ik dacht was, mag ons filmpje dan ook online? Want wij hebben natuurlijk mag ook... Mag ons filmpje online? Nou Lars, dat moet je even vertellen. Ja, wij hebben een interview met Sigrid Kaag gedaan. En we hadden haar dus net als aan alle lijsttrekkers vroegen we, mogen we een TikTok filmpje met u opnemen? Nou, Sigrid Kaag vond het helemaal leuk. Ja. Superleuk had ze meegedanst. Maar uiteindelijk vond het campagneteam... die wilde niet dat het online kwam. Want ja, mensen zouden dat eruit gaan knippen, tegen haar gaan gebruiken. Maar ik dacht, ja, dit filmpje komt online. Mogen wij dan ook online? Precies. Want hoe was ze als TikTok-danser? Lekker flexibel. Nou, ze was in ieder geval heel enthousiast. Laten we het daarop houden. Ja, dat sowieso. Nou ja, ik was erbij en ze was echt... Nou ja, van alle lijsttrekkers die hebben meegedanst... was zij echt de meest enthousiaste danser. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Trouwens, wat ik nog wilde zeggen over die foto. Ik vond het een hele mooie foto, omdat je echt die emotie zag. Dan denk je echt van... Ja, jee. Daar was je zelf gewoon vrolijk van. Jij werd ook blij van. Nee, heel goed. Hé, in ieder geval heb ik nog even contact opgenomen met het campagneteam. Oh, en? En we mogen het filmpje niet uitzenden. Nee, dat vind ik jammer. Jammer, ja. Maar het is in ieder geval een mooie herinnering voor ons, toch? Ja, precies. En voor jullie kijkers en luisteraars wordt lekker... Lekker geheimzinnig. Een soort van voorproefje met deze foto, toch? Dan. Ja, beeld je maar iets in. Zoiets. Woehoe! Hey, en dan is dit dus de laatste kinderstem. Oh. Ja, hoe kijken jullie erop terug? Nou, ik vond het zeker echt een supermooi avontuur. Dus ook heel erg bedankt allemaal. En ook achter de schermen ben ik echt heel blij mee. En het was zo bijzonder om te doen. Omdat al die belangrijke mensen, zeg maar, die dan normaal gewoon in Den Haag lopen... Dat jij die dan gewoon echt mag spreken. En dat ze dan ook gewoon de tijd voor je maken. Dat vind ik echt super, echt heel mooi. Dus ook lijsttrekkers allemaal heel erg bedankt. En het is gewoon... Ja, ik ga er gewoon de hele tijd van lachen. Ik vind het gewoon super leuk. Lars? Ja, ik vond het ook echt een geweldig avontuur. Dit is iets wat ik sowieso in heel mijn leven nooit meer ga vergeten. Dat ik tegen mijn kleinkinderen kan zeggen... Ik weet nog wel, in 2021... heb ik bijna alle lijsttrekkers gesproken en heb ik hun kunnen vragen dingen die kinderen belangrijk vinden, dingen die wij belangrijk vinden. En dat jullie ons deze kans hebben gegeven, echt geweldig. Wat waren voor jullie nou hoogtepunten? Nou, mij werd dit vooraf gevraagd en ik stuurde echt een hele lijst. Eigenlijk was het één groot hoogtepunt. Ja, zeker. Maar uit de interviews kwam ik al snel bijvoorbeeld op het item Jesse Klaver, toen hij het over zijn kinderen had. Een draakje. Okay. Zullen we gelijk even kijken? Ja, is goed. Jesse Klaver over zijn kinderen.
Waar wordt u nou eigenlijk het meest gelukkig van? Zijn dat dan toch de draakjes? Ik word het meest uiteindelijk word ik het meest gelukkig van mijn draakjes. Ja. Mijn moeder zei altijd, wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. Wacht maar tot je zelf kinderen krijgt. Maar plotseling dan zijn ze er en ze halen het bloed onder je nagels vandaan. Maar het is zo mooi, het is zoveel levensvreugde en we hebben zoveel plezier samen. Ja, uiteindelijk zijn die draakjes waar je het meeste, waar je het gelukkigst van wordt. Ja, de draakjes dus, Lars. Ja, dit vond ik. Het kwam er wel. Ik vond het heel grappig sowieso. Maar ja, ik vond het heel leuk gezegd. Hey, en toch, Jesse Klaver, dus gewoon dik verloren tijdens de verkiezingen. Oh ja, nee, maar daar verbaasde ik me wel ook heel erg over, nu we daarover hebben. Ze zijn nu even groot als Forum voor Democratie. En wat denken jullie daarvan? Ja, ik denk dat het wel gewoon sowieso wel heel erg jammer is, denk ik. Dat er zo'n groot verlies is, zeg maar. En toch ben ik wel van, waarop ben ik eigenlijk nieuwsgierig van. Mensen die altijd op GroenLinks hebben gestemd, waar gaat dat dan naartoe? Ik denk dat het nu naar D66 is gegaan en dan naar Forum. Maar ik zit toch een beetje aan het denken van, Oké. Ja. Lars? In Nijmegen. Nijmegen is eigenlijk altijd helemaal GroenLinks. Als je kijkt, in Nijmegen, waar ik woon, wie heeft daar de meeste stemmen, is eigenlijk bijna altijd GroenLinks. Maar dit jaar was het D66, dus ik denk veel GroenLinks stemmen zijn zeker daar naartoe gegaan. Maar ik denk ook dat Volt er een paar heeft afgesnoept. Ook. Ja, Volt dus als grote nieuwe binnenkomer in de Tweede Kamer. Ja, samen met JA21, die we ook zeker niet mogen vergeten. Okay. Die hebben ook aardig wat zetels binnen te weten te slepen. Hey, we hebben Volt gesproken, toch? Ja, klopt. Ja. In het kleine partijtje. Oh, geen toeter. Maar we gaan wel even kijken. Hallo. Ben jij jarig vandaag? Nee, deze aflevering van de podcast gaat over alle kleine partijen. In ieder geval een aantal. Dus hebben we deze aflevering omgedoopt tot het kleine partijenpartijtje. Mijn boodschap voor alle kinderen in Nederland zou veel meer gericht zijn op geniet van het leven. Geef jezelf en anderen de ruimte om je te ontwikkelen. Neem daar ook de tijd voor. Leer van elkaar, leer van jezelf. Maak lekker veel fouten, dat mag en dat is ook alleen maar goed. En verdiep jezelf ook in wat je belangrijk vindt. Hè? Dus als je je zorgen maakt over het klimaat, kijk dan wat je kunt doen. Zijn jullie blij dat Volt in de Tweede Kamer zit? Ja, ik vind Volt eigenlijk, het was natuurlijk wel echt een nieuwkomer en we dachten ook eerst van, wie is Volt nou eigenlijk precies? En dan zie je toch dat ze dat nou niet even, maar dat ze dat gewoon hebben behaald zo. En ze zijn in heel Europa eigenlijk actief, dus dat vind ik ook wel heel mooi. Europa belangrijk, Lars? Ja, ik sta echt wel behoorlijk achter Volt. Gewoon mijn mening. Dat we kwesties uit de 21ste eeuw die nu spelen. Klimaatverandering, migratie, corona. Ja, dat we die Europees oplossen. Want ik vind wel dat ze een punt hebben. Ik bedoel, corona houdt zich niet aan de landsgrenzen. Waarom wij dan wel? Oké. Okay. En Sylvana, we zagen er net ook al eventjes voorbij komen. Die heeft ook een zetel. Ja, blij mee, man. Ik vond het vooral heel mooi. Eigenlijk toen ik haar had geïnterviewd, merkte ik wel van, het is eigenlijk bijeens een beetje een soort activistische partij. Echt tegen discriminatie en racisme. Dus dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Omdat we daar gewoon eigenlijk dagelijks tegenaan lopen. Terwijl we dat misschien niet eens doorhebben. Dus het zijn belangrijke onderwerpen. En ik denk dat ze die wel zeker op de kaart gaat zetten. Oké. Okay. En waarom vind jij discriminatie en racisme zo'n belangrijk onderwerp? Nou, ik denk dat het een belangrijk onderwerp is omdat, veel mensen stoppen, mensen stoppen mensen eigenlijk heel snel in hokjes. Denk je, jij bent dit, jij bent dat en we zijn anders. Anders zijn is natuurlijk niet erg, maar we moeten elkaar er niet door gaan uitsluiten. En dat is wat er gebeurt bij discriminatie. Elkaar uitsluiten vanwege een bepaalde achtergrond bijvoorbeeld. En ik vind dat dat niet moet kunnen. En al helemaal niet in zo'n mooie samenleving als in Nederland. Heel erg gemixt en divers. Dus ook de Kamer moet ook divers zijn. Nou, dat is een mooi bruggetje, want daarover was natuurlijk wel heel veel gedoe over Thierry Baudet. En zijn vermeende racistische uitspraken en appjes.
En daar hebben jullie collega-interviewers hebben hem daar ook wat over gevraagd. Bent je racistisch? Nee, ik ben het tegenovergestelde. Ik ben de minst racistische persoon die je kan voorstellen. Voor mij maakt het helemaal niets uit wat iemand zijn achtergrond is, of zijn huidskleur, of zijn religie, of zijn seksuele voorkeur. Ik vind dat we allemaal gelijk zijn in Nederland en dat we het samen moeten doen. Waren jullie verrast over de grote winst ook van Forum voor Democratie, Lars? Nou, zelf zeiden ze van we gaan 20 zetels halen. Zelfs heb ik hem in een interview horen zeggen dat hij op een gegeven moment dacht dat hij er 76 zou gaan halen. Maar zelf, persoonlijk dacht ik niet dat het er zoveel zouden worden. 20 dacht ik niet. Dit is wel ongeveer wat ik voorspeld had. Oké. Iman? Ja, ik moet zeggen dat het mij wel een beetje verrast, hoor. Ja, ik weet niet. Het zijn best wel veel zetels, hoor, 8. Maar ook als ik dan kijk in vergelijking tot de andere partijen, dan denk ik, wow, GroenLinks is eigenlijk best wel een grote partij, best wel famous, laat ik het zo even zeggen. En die is nu gewoon even groot als Forum voor Democratie. Dan denk ik wel van, oh, oké, dat is eigenlijk best wel een verschil. Maar toch zijn ze best wel gedaald na de afgelopen provinciale statenverkiezingen. Want toen waren ze volgens mij samen met de VVD de grootste. Maar ook wel 2 keer zoveel als wat er voorspeld was. Klopt. Maar de peilingen zijn natuurlijk heel moeilijk peilen. In coronatijd en überhaupt met deze verkiezingen. Want 1/3 besloot pas op de stemdag wat ze zouden gaan stemmen. Hey, Sigrid Kaag. Dus eigenlijk een beetje de grote winnaar van deze verkiezingen. Jullie hebben haar ook gesproken. Klopt. Gaan kijken. U wilt nu premier worden en ik heb sinds mijn 8e ook de droom om premier te worden. Misschien dan nu niet de eerste, maar misschien de 2e of de 3e. En waarom zijn vrouwen eigenlijk belangrijk in de politiek? We zijn 50% van de Nederlandse bevolking, van de wereldbevolking. En er is nog best wel een achterstand in te halen voor de zichtbaarheid en de erkenning van wat vrouwen allemaal kunnen. En ik denk dat het een heel mooie boodschap is, juist voor jonge meisjes en vrouwen, dat ze gewoon hun nek moeten uitsteken. En het gaat er niet om of je het uiteindelijk haalt, maar je moet je passie en je interesse durven te volgen en je niks aantrekken van al die roeptoeters aan de zijkant waarom het allemaal niet gaat lukken. Dus daarin zijn rolmodellen ook heel belangrijk? Rolmodellen zijn daarin heel belangrijk, want als jij meer vrouwen ziet, dan denk jij toch ook, hé, dat kan ik ook. Ja, zeker. Ze wilde premier worden, maar nou ja, dat wordt ze nu dus nou, nog even niet. Nee. Maar misschien bij de volgende verkiezingen, wat denken jullie? Ja, ik denk sowieso dat het wel handig is als ze nu geen premier wordt. Ik denk dat ze dat eigenlijk ook niet heel erg vindt. Zit nu natuurlijk in een hele moeilijke tijd, een economische crisis. En er komen ook weer 2 parlementaire enquêtes aan. Nog 1 over de toeslagenaffaire en 1 over de gaswinning in Groningen. Dus ja, ik denk dat de Mark Rutte wel een moeilijke tijd tegemoet gaat als minister-president. Ja, ik denk dat Kaag, eigenlijk wat ik wel verwacht, ik denk dat ze net soort van, ze kwam net op dat punt dat ze net soort van te vroeg op de verkiezingen nog. Dus als ze ietsjes langer had gezeten, dan kenden meer mensen haar, dan had ze nog wel meer kans. Maar alsnog vind ik wel echt dat ze het heel mooi heeft gedaan. En trouwens, over dat interview, we hadden het daar ook over vrouwelijk leiderschap. En wisten jullie dat van de vrouwen in de Kamer, dat was eerst 31%, maar dat wordt waarschijnlijk 38%. Dus dat zijn in totaal 11 meer vrouwen. Dat zijn echt, wow. Dus eigenlijk heeft de stemmen op vrouw manier om te stemmen, net onder die peilingen, zodat er nog meer vrouwen in de politiek komen, heeft gewerkt. Dus daar ben ik ook mooie vooruitgang. Maar vind ik het nog niet genoeg. Nee, 55% vrouwen in Nederland vind ik, 50% vrouwen in de Tweede Kamer. Ja, precies. En daarom, daar gaan we gewoon lekker voor strijden. Hey, zou Kaag, hè, dat wordt ook in de internationale pers al gezegd, dit zou best wel eens de volgende premier van Nederland kunnen worden? Ik denk dat dat eigenlijk best wel zou kunnen. Ik bedoel, als je nu al ziet hoeveel zetels ze erbij kunnen krijgen en hebben gekregen, dat ze dan denken van, ze staan best niet heel ver van de VVD. Zeg maar, dan denk ik van, het zou wel kunnen.
ligt denk ik ook wel natuurlijk de tijd die er gaat komen, de coronacrisis. Als we dan klaar zijn, of klaar, ja, als we gevaccineerd zijn, hebben we nog de economische crisis, komen we met de kansencrisis, de klimaatcrisis. En zo zijn er heel veel crisissen die nu door de coronacrisis worden die even opzij gezet. Dan denken ze, eerst corona. Maar die andere crisissen zijn ook zo belangrijk. En als daar nou gewoon oplossingen voor komen, dan blijft de VVD aan de macht. Als dat niet helemaal goed gaat, dan gaan de stemmen misschien nog ergens anders naartoe. Zijn jullie zo van de crisissen? Nou, ik dat vind... Dat zijn er gewoon heel veel. Ik vind dat deze campagne heel weinig over klimaat gegaan is. Terwijl dat echt heel belangrijk is voor jongeren. Ja, jongeren hebben geen stemrecht. Jongeren komen bijna nergens op tv. Bijna nergens in gesprek met lijsttrekkers. Dus gaat het weinig over klimaat. Ja, ik denk, er komt een hele moeilijke tijd aan voor de komende minister-president. Ja, Mark Rutte. Hebben we ook gesproken. Ja, zullen we het even over Mark Rutte hebben? Of wil je nog wat anders zeggen, Imen? Ja, nee, ik wilde zeggen dat die verschillende crisissen, dat zijn er zoveel, maar daar weten we gewoon niet allemaal van. Als ik ze nu allemaal zou opnoemen, is dat echt gewoon, dat zijn het 100 afleveringen. Maken jullie je zorgen? Ik maak me wel zorgen. Ook vooral als het gaat bijvoorbeeld om de kansencrisis, over discriminatie en racisme, dan moet er echt nog heel veel gedaan worden. Ook als het gaat om vrouwen in de politiek. Ik bedoel, 38%, het is veel, maar het is nog lang niet genoeg. Ook als je kijkt naar de banen. Wie staan het meeste aan de top? Mannen, geen vrouwen. En daarom is het gewoon belangrijk dat ook meer vrouwen zichtbaar zijn, zodat je weet van, hé, ik als meisje kan dat ook zijn. Er zijn zoveel crisissen waar gewoon niet naar gekeken wordt en dat moet gewoon even ophouden. Sorry hoor, maar dat moet ophouden. Zullen we het eerst nog even over Mark Rutte hebben? Ja. Hoe vonden jullie meneer Rutte in het echt? Meneer Mark. Meneer Mark, ja, mogen jullie meneer Mark zeggen? Nou, ik heb wel dat we eigenlijk door elke interview, dus ik zeg het de hele tijd, dat we minder Rutte of meneer Rutte hebben leren kennen, maar meer Mark. Maar meer Mark, oké. Okay. Een van de uitspraken, Lars, over de ministers... Ja, Mark Rutte geeft natuurlijk les op een school. Ja. Dus hij vroeg hem, wie zijn er lastiger, ministers of leerlingen? Kwam een duidelijk antwoord uit. Ministers. Ja, Wouter Koolmees is niet in de hand houden. Nee, dan kun je zo'n klas makkelijker. Heeft u wel eens een minister naar de gang gestuurd? Nee, maar ik had wel de neiging. Je wilt dus duidelijk niet samenwerken met Wilders en met Baudet. U heeft eens gezegd in een interview dat u niet met alle partijen wil samenwerken. Maar is dat niet heel erg ondemocratisch? Nee, want een partij is niet gedwongen met andere partijen samen te werken. Alleen ik vind het wel netjes om het te zeggen. En dat zijn er in mijn geval twee. Hè. Het is ook niet zo dat ik alles uitsluit. Bij al die anderen zit ik ook niet op iedereen te wachten. Maar... Even Forum voor Democratie en de PVV. Forum voor Democratie en de PVV. En bij Forum is dat vanwege die appjes laatst hè, van Thierry Baudet. Die zonder meer vond ik racistisch en homofoob en zelfs antisemitisch waren. Dus ik denk, ja, dit gaat nu zo ver. Dit gaat niet meer. En bij Geert Wilders spelen twee dingen. Dat is natuurlijk dat wij een aantal jaar geleden wel hebben samengewerkt. En toen het heel moeilijk werd, rende die weg. En ik zie geen verandering. Ik denk dat hij dat nog steeds zal doen. Als het moeilijk wordt wegrennen. En je moet ook impopulaire dingen willen doen als je in de politiek zit. Je kunt niet alleen maar denken, ik doe alleen de leuke dingen, want dan word ik groot bij de verkiezingen. En het tweede was dat moment dat hij in 2014 zei, minder Marokkanen. Wilt u dat? Dan ga ik dat regelen, zei hij. En toen ging het mij een grens over. Dat hij kritiek heeft op een godsdienst, dat mag allemaal nog. Maar dat je mensen op zo'n manier wegzet, dat vond ik heel erg. Ja. Wat denken jullie daarvan? Want Wilders, nou toch, is nu de derde partij, toch? Ja, de derde partij. Ja. Zou het logisch zijn om ook met hem samen te werken, toch? Nou, kijk, de VVD kan het dus niet zo goed met de PVV vinden. En ik denk als zelfs Rutte over een brug zou stappen, oké, dan met de PVV, denk ik dat D66 dat echt niet aan kan. Dus ik denk als het een kabinet wordt met Wilders erbij, denk ik niet dat het kabinet het lang volhoudt. Ik denk dat de coalitie trouwens, ik denk dat wordt VVD, denk ik, D66, CDA en Volt. Heb je net de meerderheid. Dus ik denk dat de PVV daar niet bij zit. Ook als hij zo'n uitspraak doet. Ik denk dat Rutte zich wel gewoon aan zijn woord houdt. Dus dan wordt het ook niet. Maar ook als je dan kijkt van nou, dat die twee. Nee, dat is gewoon nee. Ik hoor jou nu het woord coalitie gebruiken. Ja. Dat is eigenlijk een soort
als ik het even goed... Ik probeer mijn best. Ja. Het is eigenlijk een soort samenwerking tussen verschillende partijen, zodat ze de meerderheid kunnen krijgen. Dus als er dan een voorstel wordt gedaan, dat die coalitie dan allemaal bijvoorbeeld ja stemt en dan wordt het aangenomen. Dus het is een soort strategie. Ik vind het mooi. Lars, welke coalitie verwacht jij? Nou, vooraf had ik een voorspelling gedaan, dacht ik dat het een erge linkse coalitie zou worden. Ja. Met GroenLinks. Misschien wel de Partij van de Arbeid. Maar ja, dat zit er denk ik niet in. Dus ik sluit me aan bij IMN, VVD, CDA, D66 en Volt. Of de ChristenUnie, dat kan ook nog. Oké, we gaan het meemaken. Hey, zijn er nog andere dingen die jullie willen laten zien of willen benoemen? Ja, zeker. Ik denk dat we nog twee dingen vergeten zijn. Allereerst de boer-burgerbeweging. Die komt ook met een zetel de Kamer binnen. En die komen dus met een zetel de Kamer binnen. Maar die kwamen ook wel bijzonder het Binnenhof binnen. Nou, ik vond het mooi dat ze bij Eva Jinek deze week zei van... joh, je moet er niet te veel circus van maken. En je moet er niet te veel show van maken. Maar dit is toch wel even het toppunt van show, toch? Als je zo het plein op komt rijden, dat is wel een showtje. Hey, andere dingen nog? Nou, ik wil gewoon ook even iedereen nog één keer even bedanken. Dus gewoon nog even een applausje. Even een applausje. Nou, vooral ook natuurlijk voor de kijkers en voor de luisteraars. Ja, ook jullie bedankt, hè? Ja iedereen bedankt. Nou ja, vooral jullie. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie interviews, al jullie wijsheden. Ik vind het fantastisch om te zien hoe goed en hoe mooi jullie dat allemaal al kunnen verwoorden. En toen ik jullie leeftijd had, had ik dat nooit zo gekund. Dus dank daarvoor allemaal. Even dank daarvoor. Willen jullie nog eventjes eindigen met jullie grote droom? Jullie verwachten over, in principe 4 jaar de volgende verkiezingen? Zeker, maar ik wil eigenlijk ook nog heel even van dit moment gebruik maken om in ieder geval jou te bedanken, Taco. Ja, voor de super mooie organisatie en alles. Ik denk niet dat jij heel veel geslapen hebt deze weken, dus rust lekker uit. Ik wil Imen heel erg bedanken voor de interviews die we samen gedaan hebben. Ook achter de schermen Lauren voor al het georganiseersel dingen. En Jonathan achter de camera. Echt, wat een geweldige ervaring. Ja, applausje voor het hele team. Applausje voor het hele team. Absoluut, absoluut. Ja, heel mooi, Lars. Hey, ik wil even eindigen met waar zijn jullie over 4 jaar? Nou, over 4 jaar, dan zijn wij beroemd. Nee, over 4 jaar, nou, dan mag ik helaas nog niet de Kamer in. Maar over een paar jaar zie je me wel als premier Iwan. Oké, okay. Lars? Ik denk dat ik over 4 jaar niet op een tractor het Tweede Kamerplein... binnenkom, maar ik denk dat ik op mijn fiets de Tweede Kamerplein binnenkom. Op je scooter? Nee, op mijn fiets. Op mijn fiets met 3 zetels. 3 zetels voor Lars. Ja. Woe. We gaan het in de gaten houden. Mogen we jou en jullie dan ook interviewen tegen die tijd? Is goed. Ja hoor. Wel weer met nieuwe kinderen. Ik zie nog wel die 2 kinderen van de kinderstem. Ja. Nu nee, staan ze op het Binnenhof. Dan kom ik met 2 nieuwe draakjes. Ja, is goed. En dan gaan jullie ons interviewen als lijsttrekkers. Deal. Afgesproken. Heel erg dank jullie wel. En graag tot een volgende keer. Yes. Luisteraars, bedankt. Stuur allemaal lekker door. Liken en al die dingen die je dan moet doen. Like en subscribe. Tot zover de Kinderstem 2021. Applaus voor jezelf.